Het laatste nieuws uit Middelstum. Dit is Middelstum TV. In deze prachtige Sint-Pieterskerk. Ik wil eigenlijk graag beginnen met een gedichtje van Jan Wolter, onze Groninger dichter, die in een heel, voor mij zelfs apart soort Gronings toch iets heeft gezegd over de speelklok van Middelstum. In het volle van de oord, vol de klankdeel, daar zong en trom en runde rond, de vennen op, de klok van Middelstum. Het drukt de deur als dunne dauw op de verdurste zomerbouw. Door alle vooraan kan ik van klok van Middelstum. En de oond, die draait druk, die grauwe oond werd die jong. Dat bliede luidt de deel van klok van Middelstum. Vooral dat laatste deel dat sprak mij aan. Ook Jan Boer vond dus dat een liedje op de speelklokken van Middelstum ertoe doet. Aardbevingen en trink te laag in dit gebied, maar een blij liedje doet de mens glimlachen en dat gebeurt in Middelstum 2 keer per uur. Ik denk dat daarom ook de inwoners in de tijd, dat zegt tenminste de overlevering, gekozen hebben voor een klokkenspel in plaats van de verharde weg naar Groningen. Vandaag is het een belangrijke gebeurtenis. Dat was eigenlijk de ingebruikname van de speeltrom door Van Oeckelen geleverd in 1857 ook al. Op 12 september liet het kanon zich voor het eerst horen. En nota bene in de nieuwe Rotterdamse Courant van 18 september 1857 werd daarvan kont gedaan in een heel leuk artikel. Een dag eerder stond er ook al in het Dagblad van Zuid-Holland in Schavenhagen. Waar een archief op
internet al niet belangrijk voor is. De restauratie die wij in 1996 en 1998 hebben gedaan aan het handspel, ook toen hebben we direct al gesproken om de speeltrommel te gaan restaureren. Het probleem was dat als we de speeltrommel gingen restaureren, in gebruik gingen nemen, dan moesten we steeds een nieuwe versteken maken. Dat is ongeveer een halve dag voor een ambtenaar salaris 10. Dat was te veel geld, dat hadden we niet. De bevolking was hierop gewend dat er regelmatig nieuwe liedjes op het kalender kwamen, met Sinterklaas, met Kerst, met Pasen, met Sint Maarten. En als je dat gaat vervangen door één liedje het hele jaar door, of twee liedjes dan, voor het hele en half uur, dan tas je wel het draagvlak aan van zo'n kalender. En dat willen we ook niet. Het bleef wel op de agenda staan. De speeltrommel verdiende dat, en als je er niks aan deed, dan betekende dat achteruit kwam. En Roes kan dan heel veel vernieuwen. Ik ben dan ook heel blij dat je nu tegenwoordig door de toepassing van de huidige moderne techniek enerzijds het regelmatig versteken betaalbaar kunt houden en anderzijds de trommel naar restauratie in gebruik kunt nemen en kunt laten zien hoe het werkt, hoe het ook vroeger heeft gewerkt. En dat is wat we eigenlijk op de uurwerkzolder nu hebben bereikt. Mocht u straks naar boven kunnen en het willen zien, dan ziet u daar een situatie zoals die ook voor de oorlog al was. Ik wil het nu graag voorgeven aan Pier Prins, wethouder van de gemeente Loppersum. Een feestelijke bijeenkomst waarbij het harmoniekarion van de Hippolytus Kerk in Middelstum weer in gebruik wordt genomen. Na de restauratie, die ruim een jaar heeft geduurd, van de speeltrommel en het uurwerk, kan Middelstum vanaf vandaag weer genieten van muziek van het carillon. Restaurateur Simon Laudy en adviseur Adam Rots hebben samen met de vrijwilligers van de carillon-commissie van de Hippolytus Kerk in Middelstum hard gewerkt om de Van Oeklum speeltrommel en het uurwerk weer klaar te krijgen voor de officiële gebruikname van vandaag. Hiermee wordt de restauratieperiode afgesloten. Het is ook bijzonder om te zien dat er met enthousiaste vrijwilligers gezorgd wordt voor het onderhoud en de bespeling van het carillon. De vrijwilligers hebben het werk dat verricht is ook een podium gegeven via de website Carillon Middelstum. De betrokkenheid vanuit het dorp is groot. Ik denk dat het zorgt voor verbinding, wat ook goed is voor het dorp Middelstum. Het harmoniekarion draagt, net als andere monumenten in onze gemeente, bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente Loppersum. Noord-Groningen is een gebied met aardbevingen en geconfronteerd met de gevolgen hiervan. Voor de gemeente is het belangrijk dat we ondanks de bedreiging voor monumenten ons volop inzetten voor herstel en behoud daarvan. Met daarnaast een goede inrichting en onderhoud van de ruimtelijke omgeving, wat ook in het centrum van Middelstum heeft plaatsgevonden, proberen we de leefbaarheid en het welzijn van onze inwoners te behouden en daar kan te verbeteren. Ook de restauratie van de speeltrommel en uurwerk van de Hippolytuskerk kan daar een waardevolle bijdrage aan leveren. Voor de bewoners van nu en ook voor de volgende generaties. Ook dit onderdeel hoort bij de identiteit van Middelstum. Stichting Oude Groningen Kerken, de Carillon-commissie en inwoners van Middelstum, van harte gefeliciteerd met dit fraai resultaat. Daarvoor is een gouden sleutel. Ik heb hem net vanmiddag gekregen van Simon Laudy. Het is wel leuk. Die sleutel is weer door een jongere gegoten. Laat hij dat niet doen met mijn huissleutels. Lijkt me niet zo verstandig.
Maar het is wel een heel mooi resultaat. En hij werkt. Die sleutel is nodig om boven, eigenlijk in één omdraai, de klokker aan de speeltrommel te koppelen of weer terug te koppelen naar de computer. Zo'n simpel sleutel, dat was eigenlijk het doel van onze restauratie. Mag ik vragen of Pier Prins en Albert Adels samen met Marten Lenstra de tocht naar boven gaan maken? Zij zullen dan de handeling verrichten die u hier op een scherm kunt zien. Helaas is de ruimte boven onvoldoende dat we allemaal gaan. Als u wilt, het is droog op dit moment, mag u ook naar buiten gaan om het kanon te horen. Daar kunt u het goed horen. Hier moet u allemaal heel stil zijn om het te horen. In die tijd dat Albert en Pier naar boven lopen, zal Henk een kort stukje op het orgel spelen. Hoeven we ons dus toch niet te vervelen en kunnen we genieten van een mooi stukje muziek. Dit is allemaal nog echt 15 jaar, 1561.